Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goedendag. Al het hele jaar viert Lelystad het 50-jarig jubileum van de stad. En komende woensdag wordt het nog eens extra luister bijgezet door het koninklijk bezoek van uh, Zijn Majesteit Willem-Alexander. Burgemeester Ina Adema van, uh, van Lelystad, u kijkt daar naar uit, neem ik aan. Uh... Natuurlijk. Ja. Uh, loopt alles op rolletjes? Nou ja, alle voorbereidingen die je kunt tre uh, treffen, die zijn getroffen. Dus ja, meer kun je niet doen. Het is wel een beetje de ultieme bekroning. Hè? Dat, uh, Koning dan komt om het jubileum van de stad te vieren? Nou ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, er zijn allemaal hele mooie dingen gebeurd het afgelopen jaar. Maar ja, ik denk dat je wel kunt zeggen dat de komst van onze koning wel als hoogtepunt uh, gekenmerkt kan, uh, kan worden. Ja. Ja. Gaan we zo meteen nog wel even verder kijken naar hoe dat bezoek er dan komende woensdag uit gaat zien. Maar het is natuurlijk ook tegelijkertijd een beetje het einde van het jubileumjaar dat uh, nadert. Als u het zo overziet, is het goed gelukt? We hebben van tevoren gezegd: het zou mooi zijn als het een jaar is van iedereen. Uh, niet een door de overheid georganiseerd feestje, maar laten we nou kijken of uh, onze inwoners, uh, bedrijven uh, zelf dingen kunnen verzinnen ja. uh, in het kader van 50 jaar Lelystad. En natuurlijk is daar wel wat geld uh, van de gemeente bij betrokken geweest, maar de kerngedachte lag daar. En in mijn beleving, ik ben bij heel veel dingen geweest, is dat heel erg geslaagd. Er zijn ontzettend veel mensen actief geworden uh, op het gebied van 50 jaar Lelystad. Er zijn ontzettend veel mensen die heel. Veel verschillende dingen hebben georganiseerd. Dus ja, ik, uh, ik heb het hele jaar ja. wel een feestelijk gevoel gehad ja. van 50 jaar Lelystad. Mag ik een paar dingen noemen? Koren, uh, uh, stadswandeling, uh, ballonvaart, pannenkoeken, ik noem echt van alles. Uh, ja. Expositie, een boek, een reunie van pioniers. Wat, wat vond u nou zelf het allerleukste? Ja, het is zo'n divers geheel geweest uh, dat ik daar heel slecht in kan kiezen. Uh, dan hebben we het nog over het Bultpark, uh, een gedenkboom, ja. uh, er zijn nog wel veel meer dingen zelfs te noemen. Uh, voor mijzelf was uh, de reunie van de pioniers natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, dat was ook echt op de dag dat Lelystad exact. precies 50 jaar uh, inwoners ja. heeft, lijkt het zo uh, Dat vond ik natuurlijk vanzelf... 6... 20 september hè? Exact, ja, ja. dat was natuurlijk een hele bijzondere. Uh, alleen al omdat je daar al die mensen treft die de stad gemaakt hebben. Ja. En uh, maar wat ik ook heel bijzonder vind, dat er ook activiteiten zijn georganiseerd in de verbinding. He, uh, boer zoekt burger, vond ik ook een hele ja. mooie activiteit. Uh, fietsen door Lelystad, vond ik ja, ik doe heel veel tekort. Heel veel, heel veel acties ik tekort. Ik niet alles noemen als nee. ik uh, dit noem. Maar ja, de Reunie. Was bijzonder. Dat is voor u natuurlijk ook wel bijzonder. Want u kende natuurlijk, ja, u bent ruim een jaar burgemeester ja. dus u kende natuurlijk nog niet zo heel veel van de geschiedenis van Lelystad... U hebt een soort stoomcursus eigenlijk gehad, of niet? Absoluut. Nu is het altijd zo als je ergens burgemeester wordt, dan krijg je een super inburgingscursus mm -hmm. <laughs> dat eerste jaar. Maar 50 jaar Lelystad uh, heeft ook wel heel erg geholpen om nog meer de geschiedenis van de stad te kunnen doorgronden. Heb je nou ook een soort rode lijn, wat vaak als buitenstaander zie je dat beter dan mensen die er heel dicht op zitten. Een soort rode lijn in kunnen ontwaren, in die geschiedenis. Nou ja, je ziet uh, de kracht van de stad, uh, waardoor de stad oorspronkelijk is begonnen. En dan moet ik eigenlijk de gemeente zeggen, want ik, als ik stad zeg, zeg ik ook het buitengebied. Mm -hmm. uh, pioniers, mensen die niet bang waren uh, en het er niet toe doen waar je vandaan komt. Dat zijn zaken die je nog steeds terugziet in de stad. Ja, dat zit er nog steeds wel in. Dat zit er nog steeds in. Uh, overal waar ik tot nu toe heb gewoond, was het belangrijk of je er geboren of getogen was. En meestal beide. Ja. In Lelystad is het eigenlijk niet relevant. In Lelystad is het belangrijk wat je brengt, hm. wie je bent. Ja. En die voorgeschiedenis is minder relevant. Ik kan me voorstellen dat het wel verandert. Want in het begin was er natuurlijk niemand geboren. Maar wat? we krijgen nu steeds meer mensen die ja. geboren en getogen zijn in Lelystad. Nou ja, wat ik dan ook wel heel erg leuk vind. Is dat mensen die geboren en getogen zijn in Lelystad. dat ook met trots komen vertellen. Hm. Ja, maar ik ben hier wel al geboren. Ja. En uh, die mensen die dat komen vertellen. worden natuurlijk ook steeds ouder. Want de stad wordt steeds, uh, steeds ouder. Dus ja, in die zin gaat zo'n stad zich ook meer ontwikkelen. Ja. naar een, een reguliere uh, uh, stad-gemeente. Maar. Uh, ja, je ziet dat nog steeds uh, terug in uh, het DNA van de stad. Ja. En dan komende woensdag, dus uh, de koning die ja. op bezoek komt. Is dat moeilijk om zoiets voor elkaar te krijgen? Nou ja. Uh, er wordt natuurlijk aan alle kanten aan, aan hem getrokken. Uh, ik heb natuurlijk eerst uh, overlegd met, uh, met de provincie. En ik heb ook overlegd uh, met de kamerheer van de koning. Dat is altijd wel verstandig om dat te doen. Hmm. En vervolgens heb ik gewoon een brief gestuurd. Uh, om uh, de koning te wijzen op het feit dat wij 50 jaar bestaan uh, mm -hmm. en hem gewoon uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. En dat leidde tot een uh, telefoontje vanuit het uh, Koninklijk uh, Huis ja. met de mededeling dat de koning graag op die uitnodiging wilde ingaan. En dus komt hij aanstaande woensdag. Ja. Um, kunt, kunt u iets zeggen? Schoolkinderen spelen een belangrijke Klopt. rol in het programma? Uh, er zijn heel veel uh, scholen die aanwezig zullen zijn op het, uh, op het plein Stadhuisplein uh, uh, he? om uh, de koning te verwelkomen. Ze hebben ook allemaal uh, 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 blijken van 50 jaar gemaakt. Hè? Dus het zal er feestelijk uh, mm -hmm. uitzien. En uh, vervolgens uh, loopt de koning naar het, uh, het stadhuis. Uh, in het stadhuis zelf uh, vindt een programma plaats. Uh, daar zijn naast een aantal mensen die in het verleden rol hebben gespeeld, uh, ook bestuurlijk gezien, uh, zijn vooral de pioniers uitgenodigd. Hmm. Eigenlijk de mensen die ook bij de reunie waren, ja. maar dat zijn ook wel de mensen uh, die het begin van de stad ja. hebben meebeleefd. En ja, we bestaan 50 jaar, dus wij vonden het wel heel erg logisch om die groep ook weer actief ja. te betrekken bij het, uh, bij het bezoek van de koning. Het wordt wel in een betrekkelijk kort tijdsbestek, geloof ik, hè? Vanaf half van vijf? Ja, klopt. Het is, uh, het is een uh, programma van uh, zeg maar een uur. Mm -hmm. uh, in, maar in een uur kun je natuurlijk heel wat, uh, wat gesprekken met elkaar hebben en in dat uur wordt uiteindelijk aan het eind ook nog een, een kunstwerk onthuld. Wat, uh, wat leerlingen van de Steiger hebben gemaakt. Ook daar ben ja. ik uh, in een eerdere fase al bij betrokken geweest. Dus uh, zo komen een aantal lijntjes bij elkaar. Ook mensen die betrokkenheid hebben gehad bij uh, allerlei activiteiten. Uh, zullen aanwezig zijn ja. daar op het, uh, uh, in het stadhuis. Dus ja, eigenlijk komt heel veel samen. Ja. Het is nog niet afgelopen, overigens. Na aanstaande uh, woensdag. Want op 14 december bijvoorbeeld is er ook nog een groot uh, lichtfeest, een lichtshow. Nou, dat kun je. Eigenlijk meer zien als de echte afronding van 50 jaar Lelystad. De echte finale. Ja. Even nog over Lelystad Anno 2017. Want um, is het ook niet een soort kanteljaar voor de stad? Je ziet toch een soort um, ja, hernieuwd zelfbewustzijn, mogen we het zo uh, zeggen. Allerlei ontwikkelingen uh, rondom bijvoorbeeld inditex. Hè, het grote modeconcern Zeker. dat hier het distributiecentrum opent. We zagen van de zomer een grote kop in uh, NRC Handelsblad. Uh, zelfs in Lelystad zijn de woningen niet aan te slepen. En een Hiswa die vanaf volgend ja. jaar naar Lelystad hm. komt. Nou ja, ik denk. Um, eerder, helemaal aan het begin van het jaar, hebben we het al gehad een keer uh, over het feit dat er best heel veel kansen liggen voor Lelystad. Mm -hmm. Nou ja, het afgelopen jaar heb je denk ik gezien dat een aantal van die kansen verschilverd is al. Dat is al heel erg snel. Uh, dat kan niet op het moment dat dat er niet uh, al in de lucht zat. Hè. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel zo. Economisch tijd mee, bedoelt u bijvoorbeeld? Tuurlijk werkt ja. dat mee. Hè. Dat, uh, dat zie je uh, uh, in heel Nederland. Maar ik denk uh, dat je hebt gezien het afgelopen jaar dat het in Lelystad ook echt uh, goed aan het ontwikkelen is. En dat vind ik een hele positieve, mooie ontwikkeling voor onze, onze gemeente. En uh, ik... Uh, ik hoop dat die ontwikkeling uh, zich op die positieve manier gaat uh, doorzetten. Maar het enkele feit, bijvoorbeeld dat zo'n Inditex komt, brengt werkgelegenheid met zich mee. Mm -hmm. En het kan niet anders uh, dan dat dat ook weer goed is voor een heel aantal inwoners van, uh, van Lelystad. Ja, want als we nou hè, die lijn doortrekken, 50 jaar Lelystad, nou ja, over 50 jaar, 100 jaar Lelystad. Zou je dan kunnen zeggen, nou in 2017 was echt uh, ja, een soort kanteljaar in de geschiedenis van de stad? Ja, als ik een dat glazen te optimistisch. bol had, dan wist ik dat. Uh, ik denk in ieder geval uh, dat we de goede lijn... Uh, met elkaar te pakken hebben of je over 50 jaar terugblikkend dat kan dat weet je niet dat zal de geschiedenis uh, tegen die tijd leren ik denk wel uh, dat uh, dit een uh, belangrijk jaar is dat er een paar belangrijke ontwikkelingen zijn waar we ook toekomstgericht van uh, van kunnen profiteren we hebben ze net uh, uh, genoemd uh -huh. en uh, wat dat betreft uh, moet ik zeggen na een jaar uh, ja vind ik het uh, wel heel erg mooi om burgemeester te zijn van zo'n mooie stad. Ik dank u wel, burgemeester Ina Adema. En veel plezier woensdag. Dat gaat vast lukken. En Omroep Flevoland zal daar natuurlijk ook verslag van doen. Over Flevoland gesproken is er volgend weekend weer. Graag tot dan.